What's up guys? En vandaag gaan we het hebben over de Superfly 5. Die is laatst uitgekomen, 28 mei, je hebt vast al gehoord, je hebt vast al gezien. Nieuw schoen, nieuwe generatie. En we gaan hem gewoon even bekijken en we gaan gewoon onze gedachten met jullie delen. Let's go! Let's get into it. Let's get it. Ik heb dus koude vlam. Dit was gewoon goed. Is echt zo fun. Yeah. Space all over the place. Ja, dat doen we. Dat is wel fun. Alright, let's go! Traction. Oh. No. Are they building shit? Oh, trippy. A race auto. Yeah, Ronaldo. Yeah. Oh, come on. It's not going to be fire. Oh, it's a race auto. Touch speed race. Flying it up. 3D soul. Wow. Oh. Maar wat is die vergelijking met die race? Ja, van dat speed toch? Hé, wacht even, daarom. Dat wordt uit elkaar gehaald. Wat gebeurt hier? Hé. Hey. Ja, die laag gewoon. Die grip system. Grip system? Anders komt die in elkaar. Oh. Oh, ik heb met die auto hè. Appen. Wat? Zo. Zit er Ronaldo bij of niet? Hey. Misschien wel. Hij is even snel gewoon. Stress voor me. Hey. Wow. Oh. Opeens verkleuring en zo. Oeh. Oh. Signs of Speed met Cristiano Ronaldo. Nike. Dat sponsor us. Yeah. Yeah. Alright. Dat was de video. Laten we er gewoon nog een andere doen. Ja, we gaan gewoon nog eentje kijken. Yeah. Nike Voetbal PC in Speedroom. Feed Cristiano Ronaldo en de nieuwe Curiel. Super fijn. Gek huis. Oh. Ja, al die monies natuurlijk, hè? Gewoon. Wow. Hé, hey, die zijn wel net. Als die blackouts. Die zijn wel goed. Oh. Dat is deze muziek dan. Ja. geheime shit. Weer een auto, hè? Als je met auto is, echt. Hey. Oh? Hoezo komen die daaruit dan? En dat was hem, gelijk. Oké, okay, lekker. Weer promoten die Nike App Store. Ja. Yeah. Ja. Great. Oké. Okay. Weer zo'n korte video. I think that was it. Oké, okay, guys. Let's get into our thoughts on these boots. Yeah, let's go. Oké. Okay. Dus, wat denken wij van deze schoenen? Nou, jullie? Nou, ik vind ze wel gaaf ook. Zeker omdat ze twee kleuren hebben aan de print. Ja, alright. Nee, maar je hebt ook nog bij die launch ergens een paar weken geleden waren ook andere kleuren. Rood en gewoon helemaal rood, helemaal blauw, helemaal wit. En die vond ik er ook wel echt vet uitzien. Ik vind de schoenen, ze zeggen van ja, die sole is helemaal vernieuwd. Ik zou het echt wel een keer willen proberen. Maar, ja, dat kost natuurlijk wat. En we zijn niet gesponsord, toch? Nike. Dus, help us out. Help us out. Maar ik vind het wel vet schoenen en kan wel echt iets worden. Zeker met die, stel je hebt het SG model, dat je dan die anti-clock system dingetje hebt op je zool. Dat, dat werkt wel goed als het goed is. Dat is wel echt een performance improvement, zoals ze dat wil noemen. Ja. Yeah. Dus ja, wat geven wij het als cijfer? Ik vind het wel een 8. Wel een 8? Ja, ik vind het jammer dat het ook aan de voorkant een beetje zo puntig is. Ja. Ik vind het ook wel 8,5. I like it. I just like it. And I think that's a wrap for this video, right? Yeah. Yeah. Alright, guys. This was it for the Superfly 5 review-achtige shit. Thanks for watching. And see you in the next one. Hey, later, doei. Okay. Up and it's killing us slowly growing ourselves. Yeah.